mensen van Dus David Games. Och, wat is het lang geleden, We zijn weer terug en je zag het in de intro, waar ik net echt een fucking hele middag aan gewerkt heb. Dat is best wel veel werk, zo'n intro. Buildercraft, we zijn weer terug met een nieuw seizoen, seizoen 2. Ik weet dat ik het volgende seizoen nogal... De laatste upload van Buildercraft was volgens mij een kleine 5, 6, 7 misschien maand geleden. Dus ik dacht, ja, het heeft geen nut om daar dan op door te gaan, zeg maar. Ik doe gewoon een hele nieuwe... een heel nieuw seizoen ervan maken. Dus we zijn er weer. Als je mij nog niet kent, kan ik me voorstellen. Want DDG heeft in de laatste tijd echt superveel subs erbij gekregen. Ik ben Timo van... Ik wou bijna al het één gamekanaal zeggen. Misschien dat je me nog kent van een gamekanaal. Maar tegenwoordig heten wij het Gameportaal. Daar kun je me voor kennen. En... Time, set 2. Ja, en ik zit ook al best wel lange tijd bij Team DDG. Maar ik heb de laatste tijd niet zo heel veel meer geüpload op DDG. En ik vond het eigenlijk wel tijd om weer eens te gaan uploaden. Dus, wat leek mij dan goed? Ik kom fucking terug met Buildercraft. Ja. En zoals je kan zien, ik heb al een wereld geladen. En dit ziet eruit als een pittig goede Buildercraft wereld. Mocht je nog niet weten wat Buildercraft is. Buildercraft is... Timo, dat ben ik, die gaat in een Minecraft-wereld. Dit is toevallig een hele oude, niet een hele nieuwe Minecraft-wereld. En als het, ja. Dit is de laatste versie 1.6. nog wat. Hier, dus zelfs een snapshot waar we nou op zitten. En wat we gaan doen in deze wereld is bouwen. En niet zomaar wat bouwen, gewoon maar wat bouwen wat jullie willen als kijkers, zeg maar. Dus elke aflevering, behalve de eerste, want dat doe ik dus nou, mag je iets achterlaten in de reacties. Een challenge, wat ik de volgende aflevering moet gaan bouwen. En dan ga ik het mijn best doen om het zo goed mogelijk uit te voeren. Maar, dat was het oude concept. Het is nog steeds wel dat, het komt daar nog wel op neer. Alleen, ik wilde wat aan toevoegen. Namelijk, hier en daar wat interactie met andere YouTubers. Elke YouTuber heeft zowat Minecraft. Alleen, dan leek het mij dus wel leuk... Om dus soms wel eens, in plaats van in mijn eentje zo'n saai fucking bouwwerk te maken... Nou, dat zijn wel mooie bouwwerken, maar... Om het nou in plaats van in mijn eentje bouwwerken te maken, is met wat YouTubers erbij. Dus doe naast een challenge in de reacties ook nog een YouTuber die jij graag wil zien... waarvan jij wil dat hij samen met mij even een keer wat komt bouwen. En dat wordt dan iets wat ook in de reacties staat. Dus het is heel veel interactie. Goed, nou, Buildercraft. Vorig seizoen begonnen we met het maken van een huis. En dat gaan wij nu dus weer doen. En, wow, wat fuck is hier gebeurd? Wow, holy shit. Dit is een goede plek. Het lijkt net alsof iemand hier met TNT alle bergen die hier stonden heeft weggeblazen. Ik was het niet. Ik was het wel. Ik was het niet. Wow, check hoe fucking veel paarden die staan. Die ga ik allemaal vermoorden. Wow, die witte zijn wel fucking vet. Anders maak ik er een paardenstal bij, zeg maar. Maar goed, hier wilde ik dus mijn huis gaan maken. En de vorige Buildercraft was het een klein huisje. Echt een fucking klein huisje. Maar deze Buildercraft wil ik alles goed gaan doen. En wil ik de bouwwerken ook op wat grotere schaal gaan doen. En daarom heb ik hier even dit vrij gemaakt. Het is best wel lelijk hier, allemaal TNT heb ik gebruikt. En dat moet dus eigenlijk, dat is het eerste al. Dat is best wel kut. Ik weet ook niet waarom ik dat niet ook offline heb gedaan. Dat moet ik nog even een beetje gaan opvullen. Dus, dat ga ik nou doen. Ah, het valt me, ik ga het niet helemaal diep opvullen. Ik ga gewoon, zeg maar, zo zwevend maken. Zeg maar, tot je gewoon, nou, je snapt me. Dat het gewoon niet dat ik het helemaal op ga vullen, want dat is dan fucking veel werk. Dit is al fucking veel werk. Om gewoon alleen even een fucking streep zo op te trekken. Goed. Nou. En dan wil ik het zo gaan opvullen. Dus dat ga ik nou eerst even doen. Want dan kunnen we hier zo meteen ons prachtige huis op gaan bouwen. En nou heeft het echt gewoon geen enkel nut om dit zo helemaal te gaan laten zien. En er dan helemaal overheen te gaan praten. En dat is fucking saai, want dat is gewoon niet leuk om naar te kijken. Kijk, ik kan wel een verhaaltje gaan vertellen, maar ik heb de afgelopen tijd ook niet zo heel veel meegemaakt. En als ik dan wat meegemaakt heb, dan ga ik dat een andere keer vertellen tijdens iets boeienders op het beeld. In plaats van mij die fucking... Ik moet iets niet zo brutaal zijn. Die vervelend gaten aan het opvullen is. Dus wat ik doe, is ik doe eventjes een kleine speed-up. Een speed-up, ja, je weet wat het is. Dan gaat hij gewoon een stukje sneller. Dus ik ga even deze gaten opvullen.
mensen die nou voor het eerst kijken, die denken echt, wat een kutserie. Ja, dit moet ook gebeuren, weet je. Dit is fucking kut. Echt, dat fucking... Oké. Het voordeel is, als ik dus met andere YouTubers ga doen, dan gaat hij waarschijnlijk op een server komen en dan kunnen we gewoon world editen. Want in de snapshot zit nog geen world edit. Oké. En het wordt alweer fucking donker. Zo. Ik had ook gewoon een screenshot gemaakt trouwens. Oké, eerst hebben we al die fucking paarden vermoorden, joh. Fuck die. Je kan gewoon inspannen, besefte ik me ook net tijdens het bouwen. Of tijdens het flat maken. Glad maken. Vlak maken, dat was het. Oké. Goed. Oké. We gaan een fucking... Oh, ik moet even minder fucking zeggen. Ik zeg even, het is fucking vaak fucking deze fucking aflevering. We gaan... even kijken. Ik wil een grote villa gaan maken. Oh, dat werkt. Oké, zo. Normaal gesproken kun je het om toch zo. Oh, het stroomt naar het water. Oké. Nou, dan zomaar gewoon. Ik wil een villa gaan maken. En niet zomaar een villa. Ik wil een vrij grote villa gaan maken. Dus ik denk dat ik dat hier zo ga doen. Zodat, ja, natuurlijk ga ik dat daar doen. Want ik heb het een heel stuk vakje vrijgemaakt. Oeh, wat is dit? Spruce wood? Jungle wood? Er zat een nieuwe wood in trouwens. Het is deze. Misschien dat ik daar ook wat mee kan. Met het gekke wood. Maar het ziet er niet zo heel mooi uit, vind ik. Beetje raar kleurtje. Maar er zat een smooth sandstone. Vind ik sowieso vet. Om dat zo te combineren met dit zo. Kijk, dat ziet er altijd fucking mooi uit. Vind ik. Dus dat ga ik sowieso gebruiken. Dan gebruik ik ook nog... wat zijn dit trouwens allemaal? Diorite, misschien dat het ook wel mooi is om daar... Hier, dit vind ik misschien wel een mooie vloer of zo. Of voor in de keuken of zo. Of voor de badkamer. Voor de badkamer, dat gaan we doen. Dus dat, voor de badkamer. Wat is dit? Dit lijkt op allemaal een beetje op normaal steen. Deze is wel vet. Deze ga ik erin gebruiken. Gewoon gelijk een nieuwe blok. Zodat als we op een oudere versie van Minecraft gaan, we het gelijk al niet kunnen zien. Dat is fucking dom, Timo. Laten we gewoon even deze pakken. Deze. Die. En natuurlijk gewoon hout. En dan pakken we wel mooi hout. Waar staat het? Dit is misschien wel mooi voor een vloer. Een van deze. Van die gedroogde klei. Als vloer. Nou, dat zien we wel. Zo, op. Nee, ik wilde planken. Planken op bovenin. Hier, deze. Oké. Nou. Dan kunnen we gaan beginnen. Hoe ga ik het maken? Laat me denken. Oké, ik beter even kunnen bekijken voor ik... ik had volgens mij plaatjes opgezocht. Ik weet niet of ik ze nog heb. Nee, waarschijnlijk heb ik ze niet meer. Want ik was op een gegeven moment dacht ik... Hey, ik ga een intro maken voor de Verpulde Craft. Ja, en toen was ik bezig en toen hield het op. Nou, ik denk dat ik het al weet. Ik weet het al. Ik weet al hoe ik het ga doen. Oké. Gaat dat passen? Misschien is het mooier om het zo te doen. Ja, doe ik dat. Dat is wel beter. Dan heb ik dat in het achtertuintje zitten. En dan is dat mijn zijtuintje daar, dat stuk. Oké, wat ik wil gaan doen... is zo. Hier is een blok. En maak mooie grote ramen. Van 4. Want ik wil wel even een vette grote villa maken. In plaats van altijd... Ik maak altijd van die kleine dingen. Moet ik wel goed doen trouwens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, dat doe ik goed. Oké. Die wil ik dan... wacht, iets verder deze kant op hebben. Zo. En het kan trouwens zijn... Dat is ook iets nieuws tegenover de vorige Buildercrafts. De vorige Buildercrafts deed ik altijd... 1 bouwwerk per aflevering. En soms zorgt dat ervoor dus dat ik echt fucking lang aan één aflevering werk. En dan is het toch wel vervelend. Dan had ik soms nog wel eens zo van... ik heb geen zin om weer een aflevering te maken. En toch willen jullie afleveringen. Tenminste, bij de vorige. Ik weet niet hoe deze ontvangen wordt. Maar in ieder geval, deze Buildercraft ben ik misschien wat vaak of wat meer bezig aan één... Meerdere episodes bezig aan één kunstwerk. Waardoor je dus meer episodes krijgt achter elkaar. Handig, hè? Ja, slim. Goed zo, Timo. Ja, je bent vaak slim. Ik weet het. Dat is één stuk. Ik maak altijd eerst plattegrondje op de grondje. Plattegrondje op de grondje. Oké. En toen. Denk ik dat ik hier al deze kant ga. 1, 2, 3, 4. Op.
Ja. 1, 2, 3, 4. Wop. 1, 2, 3, 4. Wop. 1, 2, 3, 4. Het moet ook altijd symmetrisch zijn. Maar tenminste, ik ben best wel autistisch wat dat betreft. Ah, dit is wel mooi. Ja. Ja, ja, ja. Even kijken hoor. Ja, dan had ik dus eigenlijk waarschijnlijk daar nog een stuk van moeten pakken. Of doe ik het gewoon zo? En dan is hij veel te kort. En dan is hij niet meer symmetrisch. En dan moet het wel symmetrisch zijn. Dus we doen nog één. 1, 2, 3, 4. Bam. En dan gaan we weer zo. 1, 2, 3, 4. Klik. 1, 2, 3, 4. Klik. Juist. Oké, nou komen we dus weer fucking tegen dat ding aan. Dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Gaan we gewoon even door. Dat doen we ze wel een andere keer. Even vrijmaken. Of mooier maken. Zo. En bam. Maar zal ik me even voorstellen, want het is echt zo lang geleden dat ik... Ik heb me net al voorgesteld trouwens, maar ik doe het nog een keer. Ik ben Timo. Ik ben 17 jaar oud, bijna 18. Ik hou van video's maken. Ik hou ook van radio. Ik zit bij de lokale omroep, maar dat is niet zo... Ik ben er nog niet zo goed in, maar het is wel een leuke hobby, vind ik dat. Ik hou van gamen. Dat is logisch, dat moet wel, anders ga je geen gamekanaal starten. En dat was het. Meer hoef je niet van me te weten. Ik zit op HAVO. Ik ga dit jaar slagen als het goed is. Als het goed is, hè. Ik moet examens doen dit jaar. En examens zijn fucking kut. Tenminste, ik kan er niet zo goed... Ik ben niet zo stressbestendig, weet je. Dan is het zo van... Oh shit, ik mag niet falen. Ik wil niet zeggen dat ik een fucking nerd ben of zo. Maar als het erop aankomt, als het zeg maar zoiets belangrijks is als een examen... Dan heb ik toch altijd wel graag een goed punt, weet je. Dan wil ik toch altijd wel... goed scoren, zeg maar. Want anders, moet ik allemaal gaan naar kansen en heb ik ook geen zin in. Maar het probleem daarbij dan is dat ik dan weer geen concentratie heb en zo. En dan, ja, dat kennen we waarschijnlijk al. Maar waarom zeg ik dit überhaupt? Het is gewoon, dit is voor iedereen hetzelfde. Iedereen heeft last van concentratie. Alle gamers hebben last van concentratietekort. Bij deze, de uitspraak is gedaan. Tada, ik heb het gezegd. Zo, iemand moest het een keer gaan zeggen, ik heb het gezegd. Haha, oké. Okay. Even kijken, ja, je moet wel even de tijd in de gaten houden. Ik denk dat het wordt de aflevering voor meestal 20 minuten ongeveer. Kan ik alvast even voor. Het is altijd wel spannend, zo'n eerste aflevering. Ik ben nou echt benieuwd hoe jullie gaan reageren hierop. Ik krijg nog wel eens vragen, wanneer is Buildercraft? En wanneer is Buildercraft? Dus wanneer kom je weer een keer met Buildercraft, Timo? En dan reageer ik meestal niet, want ik wou dit een klein beetje geheim houden. Ik heb volgens mij tegen een paar mensen gezegd, waarvan inclusief David natuurlijk, want David die moet dat weten, die gaat daarover, over op welke series er op het kanaal geüpload mogen worden. Dus ik moest even toestemming vragen. En voor de rest had ik het volgens mij tegen één iemand op Twitter gezegd. Dus die jongen of die meisje mag zich vereerd voelen. Oké, goed, verder met huis. Oké, nou we hebben dit. 1, 2, 3, 4. Dan kan ik ook gewoon zo kijken. Pop. Pop. Goed, dat is dan zeg maar de... En hier gaat het ook, als het goed is, nog een klein beetje naar voren, zo. Zo. Ja. En dan... nog verder deze kant op. Dat paard loopt gewoon door mijn fundering heen, jongen. Fuck jouw paard. Paarden zijn fucking kut, trouwens. Tenminste, niet in Minecraft, maar in het echt vind ik paarden een beetje, ja, nutteloze beesten. Ja, ze zijn wel vet, maar... Ja, en je kan ook rijden, maar tegenwoordig heeft iedereen een auto. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel nuttigs uit te zeggen over paarden. Maar goed, paarden zijn wel aardig. Leuke beesten. Geweldig. Ja hoor. Kijk, wow, dit wordt al een dikke villa of nul. Ik hoop dat hij er een beetje fatsoenlijk uit gaat zien, want ik ken mezelf. Dan heb ik het heel mooi in mijn hoofd zitten. En dan ga ik het uitwerken en dan wordt het fucking lelijk. En goed, als het niet mooi is, dan maken we gewoon ergens anders opnieuw een huis. Dat is fijn aan Buildercraft. Het is echt gefocust op het bouwen, hè? Dus je kan nou al gaan roepen in de reacties... Timo, je cheat! Nou, dan ben je een fucking oetlul als je dat zegt. Want Buildercraft is eigenlijk gewoon een cheat-serie. Want Minecraft kun je ook gewoon spelen door middel van cheaten. Oftewel, alleen maar bouwen. Minecraft was natuurlijk in het begin ook om de voornaamste reden gemaakt om te bouwen. Als je de Minecraft alpha speelt... Dan zie je tot je eigenlijk alleen maar kon bouwen. Nog geen zombies en zo wat. Echt, het was alleen maar bouwen. En ik ben nou echt een paardenmoordenaar, jongen. Holy shit. Maar die mag blijven leven, want dat wordt mijn trouwe hengst. Mijn trouwe dekhengst.
Oeps. Grof. Oké. Nou, dat ziet er cool uit. Dit is mooi. Oké, nou weer. Gaan we weer. 4 keer 4 keer 4. Dat is trouwens nieuw. 2 keer gras op elkaar. Dat moet je hier. Dubbel gras. Daar kunnen ze leuke dingen mee gaan doen in Doolhof of zo. Ik ga proberen altijd bij te blijven met de laatste update. Maar dat gaat natuurlijk niet altijd. Want op een gegeven moment moet hij op een server. En dan gaat hij waarschijnlijk... dan heeft hij nog niet de nieuwste shit allemaal op staan. Dus dat kan niet altijd. Suggesties altijd, hè? Altijd suggesties, jongens. Allemaal. Wat moet ik bouwen? Wat kan het beter? Want ik ben ook niet echt pro. Ik ben, sterker nog, ik ben het tegenovergestelde van pro. Ik ben eigenlijk gewoon een fucking noob. Maar ik ben een noob met een rijke fantasie. Time set 2. Dus ik kan wel hier en daar wat bouwen. Ik heb het ook al lang niet meer gedaan, dit zeg. Holy shit. 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dan helemaal niet zonder world edit en zo. Dit is echt gewoon ziek dat ik het nou gewoon blok voor blok ga plaatsen. Ik ben gewoon niet goed in mijn kop, deze jongen. Wap, 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 wap. 1, 2, 3, 4. Klopt het nog? Ja. En 1, 2, 3, 4. Bam. Oké. Okay. En dan weer deze kant. 1, 2. Fuck jullie. Bloemetjes allemaal. Of klopt het nou? Nee, het klopt niet. Of wel? Oh, het klopt wel. Oké, nice. Dat is ook altijd zo vaak, jongen. Dan heb je zo'n heel gebouw gebouwd en dan zit er ergens zo'n klein foutje waardoor alles opnieuw moet. En dat probeer ik nou dus te voorkomen. Hier, zoals nu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, fuck. Hoe kan dat? Heb ik daar nou ook 3 gedaan dan? Hier, dat bedoel ik. Hier, dit soort kutfoutjes. Ah, oké. Maakt niet uit. Ja, eigenlijk wel. Fuck dit, jongen. Maar is goed ook. Nou, daarom doe ik altijd eerst de fundering. Want stel dat je nou al meteen met palen omhoog zou gaan werken. Dan kom je erachter aan het einde. Ineens, godverdomme. Ik had het niet goed gedaan. Zo. Dit is de fundering. Hier komt ons huis tussen. Oh, wacht. Oh, lol. Het klopt. Oké, sukkel, Timo. Echt zo. Ik deed iets te vet terug naar elkaar brengen. Kan gebeuren. Maar aan de andere kant is het wel vet om die dingen zo misschien in huis te houden. Dus wel deze dan weg. En deze dan weg of zo. Dat je wel een soort van steunpilaren hebt. Dat is wel cool op zich. Maar dat doen we nog wel een keer. Dat doen we wel als we met de inrichting bezig zijn. Eerst altijd even de buitenste. De hul. Nee, hulst. Noem je dat zo ook weer? Ik weet niet meer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toch? 1, 2, 3, 4. Altijd na controle. 1, 2, 3, 4. Klik. 1, 2, 3. Oh, we kunnen gewoon zo. Op. En dan 1, 2, 3, 4. Bam. Nou, wel goed plaatsen. Op. Oké. Okay. Nou klopt die wel. De fundering van onze blokvilla. Maar wel de coole blokvilla. Want hij wordt fucking pro. Denk ik. Ik zit nu even te denken hoe ik de rest van het thuis... Ah, dat weet ik al. Ik weet het al. Goed. Dan gaan we omhoog bouwen. En ik denk... dat ik aan de ramen zeg maar zo doe. Ja, dat vind ik altijd vet uitzien. Dit is wel een beetje mijn oude stijl, dit hoor. Dit deed ik vroeger altijd heel veel zo bouwen. En dan... deze eronder zo. Hoho, juist hem. Juist hem. Haha, dit gaat er mooi uitzien. Du-du-du. Nice. Nog even... een klein... Ik zit even te denken, zal ik zo en dan zo of wat? Als de volgende verdieping er is, zeg maar. Zal ik dat zo doen? Dat ziet op zich wel uit, toch? Ja, dat kan wel. Dat is wel goed. En dan niet zo glas in, natuurlijk. Dat ziet er wel vet uit, vind ik. En dan komt er hier nog zo'n verdieping, zeg maar. Tenminste, ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen, maar... ja, dat zoiets gaat worden. Zo. Laat trouwens, ik heb het nog niet gevraagd volgens mij, maar laat even achter in de reacties hoe je de intro vond. Want die intro, daar ben ik al even mee bezig geweest. Het is ook best lastig om dat in After Effects te doen. Ik ben ook nog een beetje met After Effects. Dat is dat programma waar je al die zieke shit in kan bouwen. Of in kan editen. Daar ben ik nog een beetje mee aan het leren.
En experimenteren vooral. Dit was weer één groot experiment. Ik dacht, als het niet niks wordt, dan doe ik het gewoon weg. Maar ik vond hem op zich nog wel vet geworden. Ik ga nog even... Nou, kijk zo meteen al even. ik ben alweer vergeten hoe die eruit ziet. Hop. Dit wordt een grote huis. Ik zet hem even op stop. En dan ga ik deze pilaren even allemaal offline bouwen. Want het heeft helemaal geen... Of, ga ik even de omhelzing maken. Want het heeft geen nut om dit nou te laten zien, denk ik. Dus ik ben even be right back. Oeh, even een slokje water hoor. Oeh, wat een pokkenwerk. Ja, het is echt heel vervelend dat het allemaal met de hand moet. Maar het ziet, ik heb even iets aangepast. Deze stond er eerst hier, zeg maar. Die heb ik eens in achter gedaan. Want dan vond ik het toch wel iets vetter uitzien. Kijk, dit ziet er op zich al wel mooi uit, toch hè? Ja, prima, prima, prima. Alleen, ja. Nou zitten we dus met een klein dingetje. Dit is fucking veel werk. Dus eigenlijk zou ik het liefst de volgende aflevering er al gelijk world edit in doen. Zodat ik die grote vlakken in ieder geval niet zelf hoef in te vullen met de hand. En ik zit even te denken hoe ik nou verder kan. Want ik denk dat ik gewoon de tweede verdieping alvast even... Even kijken, deze is 4 hoog toch? Ja, 4 hoog. Dus als ik hier nou ook even 4 hoog. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Of zal ik meteen een... Nee, dat ziet er niet uit. Oké, zo. Ik zat even te denken of ik misschien... Maar dat kun je dan ook in één keer kopiëren, toch? Als je... Ja, nice. En wat ik dan wil doen, is vanaf hier, zeg maar, het dak erop gaan maken. Dus als ik even waar ik kleur dak zou eens doen. Ik denk donker is wel mooi, hè? Donker, deze. Hup, weg. Even kijken, zo. En dan zo. Wel even goed. Zo, hop, hop, hop. En dan zo zeg maar langzaam naar boven. Oh, dat is vervelend dat het zo moet. Kut. Oké, en dan zeg maar aan die kant en aan die kant. En dan in het midden wil ik zeg maar zo lange, zeg maar, hebben. Snapte? Het is wel... Ja, ik snap het in ieder geval. En we gaan het gewoon even zo klein beetje schematisch maken. Hoep, hoep. En dan is het weer goed geweest voor vandaag. Want dan kunnen jullie sowieso al even kijken of jullie deze serie leuk vinden. Wat ik natuurlijk vanuit het diepste van mijn hart hoop. En dan kunnen jullie ook gelijk eventjes tips geven hoe ik het beter kan doen. Of hoe ik bepaalde dingen beter kan doen. Of hoe dit er vet uit kan zien. Of je kan zelfs de map downloaden. Die zet ik altijd in de beschrijving neer. Als het goed is, als ik het vergeten ben, excuses. Maar dan kun je hem zelf ook downloaden. En dan kun je zelf ook aan de slag. Want ik heb hier al een vrij goed voorzetje gegeven. Dus je kan ermee aan de slag als je wil. Ik zou alleen nog even een aflevering of zo wachten. Want dan is hij verder af. En dan ziet het er beter uit. Goed, oké. Even het puntdak puntdakje zo maken. Ja. En dan hop. Helemaal zo. Hop. En deze zo. Ik laat het heel even nacht worden. Nou, niet nacht precies, maar... En dan zo. Hop. En dat dan aan die andere kant ook. En dat ziet er dan best wel vet uit op zich. En dan wil ik dus ook... die een laag naar buiten laten komen. Ja, die moet dan even, die heeft dan even pech. Oh. Maak toch even dag hoor. Zo. Dan moet ik alleen even kijken hoe ik dit ga oplossen. Zo misschien. Oh, dat kan op zich nog wel. En daar dan gewoon glas in of zo. Ja. Of ik maak het helemaal dicht zo. Dat de zolder zegt dat ik een heel hoog dak heb in de bovenverdieping. Ik denk dat ik het zo doe. En dan hier nog ook even. Niet vergeten natuurlijk. Hop. Of ik doe het zo. Ja, ik doe het zo. Cool, en dan ziet het er zo uit, zeg maar. Nou, in ieder geval dan wordt het zo hoog, als het goed is, vanuit binnen. Dan doe ik dit, zeg maar, zo. Ja, dat heb ik hier ook zo gedaan. Dubbele, dikke, vette dingen. Je weet het zelf.
Dan doe ik dit misschien zo. Dat je dat toch wel een beetje erin ziet. Zeg maar de vorm van het huis. De vorm van het huis. What the fuck, joh. Zo. Ja. Dat. En dan natuurlijk hier zo'n vertiepingje. Zo. Ik kan gelijk even zien hoe het dak, of hoe hoog het plafond is op de onderste verdieping. Want meestal maak ik het plafond op de onderste verdieping net iets te laag, zeg maar. Waardoor het dus echt lijkt alsof je kop de hele tijd stoot en zo. En dan niet best. Maar ik denk dat dit er wel mooi uit kan komen te zien. Zo. En dan hier dan deze. Hier ook even... om het geheel een beetje aan te geven. Ja, ik ben nou weer toch bezig. Kan ik net zo goed even deze er ook bij doen. Dit klinkt een beetje hoe ik zeg maar vanuit leerstand naar iets anders ga doen, zeg maar, kom. Van, ik moet nog even dit doen. Doe ik al even snel. Hop, hop, hop. Oh, maar ik kan net zo goed even dit doen. Ik ben toch bezig. En dan blijf je bezig en dan blijf je bezig. En dan komt er weer niks van leren. En dat is heel herkenbaar, weet ik zeker. 100%. Kijk hoor, zo. Doe ik dit al goed? Nee, dit doe ik één te laag volgens mij, ja. Deze moet... dit wordt zeg maar dan zo'n rij, wacht. Deze weg. Dat wordt zeg maar het dak komt hier zo voor. Dus ik kan het net zo goed gewoon dicht maken eigenlijk. Maar goed. Het idee snap je. Denk ik. Zo. En hier ook. Zo. Hier heb je tweede verdieping. Die er nog niet zo goed uitziet. Dit ook even dicht maken. Wop. Zo. Ah nee, dit wordt open. Dit blijft open. Dat is de bovenverdieping. En dan de onderverdieping. Ja, het ziet er goed uit, Alleen, ik ga wel world editor ingooien, want anders duurt het allemaal veel te lang. Weet je, ik ben nog best wel moe. Van die toetsweek, Oh. Goed, mensen, bedankt voor het kijken. Naar weer, naar het nieuwe seizoen. De opening van Buildercraft. Ons huis begint er al redelijk uit te zien. Tenminste, ik heb een klein schetje gemaakt van hoe het er ongeveer uit komt te zien. Dus, vind jij deze serie leuk? Denk je, dit gaat vet worden, Timo. Dit wordt super tof. Dan moet jij een duimpje omhoog doen. Want duimpjes omhoog en views uiteraard ook een beetje. Maar de duimpjes omhoog, die laten echt zien van kijkers willen dit. En dan, hoe meer wij zien bij DDG kijkers willen dit, hoe meer het geüpload wordt. Dus vandaar dat je even moet kijken, moet liken. Verder moet jij dus in de reacties achterlaten wat ik na dit huis moet gaan doen. Dus welke challenge ik moet gaan doen als het huis af is. En wie mij de volgende keer of misschien de keer daarna kan komen helpen bij het bouwen van dit huis. Of een ander project. Laat het achter in de reacties. Dan zie ik ze ongetwijfeld. Je kan ze ook naar mijn Twitter. @dezekeertimo. Staat even onder in beeld. En dan zeg ik. Vergeet niet te abonneren op Dus David Games. En natuurlijk ook op het gameportaal. Linkje staat waarschijnlijk ook daarvan in de beschrijving. En dan zeg ik. Ja. Doe gewoon die challenge. Laat achter met wie jij. Welke YouTuber. Kan iedereen zijn. Mogen grote en kleine. Wie jij wil. Bij Buildercraft. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Deel het met je vrienden. En tot de volgende keer. Doei!